Yo filmbuddies, het is vrijdag, dat betekent een hashtag filmreview en dit keer is het James Bond Spectre. Dit zijn toch wel de films waar ik als filmliefhebber echt enorm naar uitkijk. Ook naar Star Wars en naar de nieuwe Steven Spielberg film, maar nu James Bond van Sam Mendes. Hij regisseerde natuurlijk al Skyfall en had daar een enorm succes mee. 1,1 miljard werd er opgehaald en nu Spectre. Maar waar staat Spectre nou eigenlijk voor? Let op, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Dat is helemaal vol. Het is de langste en duurste Bondfilm tot nu toe, maar liefst $300 miljoen budget en 2,5 uur entertainment. Even kort, waar gaat het verhaal nou eigenlijk over? James Bond krijgt van een bekende, of een oud-bekende, een geheime, mysterieuze boodschap. Waardoor hij op het spoor komt van een geheime criminele organisatie. Die blijkbaar allerlei schurken met elkaar verbindt uit de vorige Bondfilms. Anyway, hij moet er natuurlijk voor zorgen dat deze organisatie niet de regie krijgt om de hele wereld in een soort wurggreep te houden. Zeg ik dat goed? Nou, anyway, hij moet het kwaad tegenhouden. Maar waar het om gaat is, moet jij je geld wel of niet uitgeven aan deze film? En we beginnen met waarom niet. Ik kreeg een beetje de indruk dat de makers van deze film heel erg aan het vertellen zijn van nou, het was uitdagend en dit was moeilijk en dit kostte veel figuratie en blablabla. Bla bla. Maar niet dat er daadwerkelijk iets in de film zou gaan gebeuren dat mensen dachten wow, heb je de nieuwe James Bond film gezien? Heb je gezien wat erin gebeurde? En dat had je wel in Skyfall. Dus, het komt er eigenlijk op neer dat het scenario, het verhaal, niet echt heel erg denderend is. Ik las in een interview dat de Bond franchise een beetje op sterven na dood was, omdat het te onrealistisch was. En Die Another Day met Pierce Brosnan als toenmalige Bondman was de druppel. En als ik heel eerlijk ben, ik wil niet zeggen dat de stunts die ik heb gezien in deze nieuwe Bondfilm onrealistisch waren, maar het komt in de buurt. Persoonlijk denk ik dat het nu wel beter is als Daniel Craig het James Bond stokje doorgeeft aan een andere acteur. Omdat voor Daniel Craig eigenlijk al een hele ontwikkeling heeft plaatsgevonden en dat er niet zoveel meer ontwikkeling zal plaatsvinden. Dus hij kan beter stoppen op zijn hoogtepunt als James Bond en het stokje doorgeven aan een nieuwe acteur die dan weer een hele nieuwe invulling en een heel nieuw traject in kan gaan van weet ik hoeveel films. En dan blijft het ook leuk voor de kijker, want wat kunnen wij nog verwachten in de nieuwe James Bond van Daniel Craig? Eerlijk is eerlijk, James Bond is natuurlijk entertainment. Come on! Weet je, je bent gek als je als filmliefhebber deze film zou overslaan. Maar ik denk dat de film qua verhaal nog best wel wat discussies zal opleveren. Maar goed, heeft elke James Bond film dat tot nu toe niet gehad? Er zijn in ieder geval wel genoeg redenen waarom je wel naar deze film toe kan gaan. En dat is... Nee, dat zijn... Als we de Bond-experts mogen geloven, zullen we hier echt de volledige James Bond zien zoals die altijd bedoeld is. En we begonnen met Daniel Craig in 2005 met Casino Royale, zonder Q, zonder Moneypenny. En hij heeft een hele ontwikkeling gaande en meegemaakt en hier is het dan Spectre, de volledige James Bond. Maar daarmee kan je ook vrij vertaald zeggen dat dit waarschijnlijk de laatste James Bond is met Daniel Craig als 007. Dus dat is misschien ook wel een reden om nu in ieder geval op de beste manier de allerlaatste James Bond film met Daniel Craig te zien. Ik zou IMAX zeker aanraden, niet Pathé Tuschinski zaal 1. Wat is dat een verschrikkelijk geluid zeg. Ik was bij de première in Tuschinski in Amsterdam met al die heutemeteut en... En ik zat echt letterlijk 2,5 uur op het puntje van mijn stoel, omdat ik anders het scherm niet zo goed kon zien en het geluid was ook echt bagger. Ga hem alsjeblieft in de IMAX kijken, dan heb je echt de ultimate experience. Oh, en maar klagen. Oh, je gaat naar de première en dan ga je lopen klagen op geluid zo. Ja, ik ben een mierenneuker, inderdaad. Terug naar de film. De openingsscène speelt zich af in Mexico City. En ik weet niet hoe ze dit hebben gedaan, maar het ziet er zo mooi uit. Het is Dia de Muertos. En ik vind het persoonlijk zo vet gedraaid. En het lijkt ook alsof ze het openingsshot in één ruk hebben gedraaid. Of het daadwerkelijk echt zo is, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te bevestigen, maar dat het er uitziet. En daarnaast ben ik echt wel fan van de nieuwe Q. Voor de tweede keer op rij gespeeld door Ben Whishaw. Hij speelde toch met een beetje humor. Heel erg jong. En gewoon met karakter. En dat is hartstikke geinig. En wat natuurlijk niet mag ontbreken is de bad guy. Gespeeld door Christopher Waltz. En
Oh man, ik vind het zo'n geniale acteur. En ook weer hier in deze Bondfilm. Ook al heb ik het idee dat hij niet echt heel veel extra's brengt. Het is een beetje hetzelfde wat je al eerder van hem hebt gezien. Maar het is gewoon weer top. En dat James Bond op dit moment echt wel gaande is, blijkt wel uit het feit dat 2/3 van alle bioscoopbezoekers naar James Bond gingen. Tot nu toe al. Hè? Hoe lang draait hij al? 2 dagen. Nee, 1 dag. En in financieel opzicht, in de box office, is die al de voorgaande James Bond film Skyfall en het allerlaatste deel van Harry Potter al voorbij gegaan. Man. Als ik de nieuwe James Bond mag vergelijken met een grote voetbalclub als een Barcelona of een Real Madrid, met topspelers, en in dit geval dan topcast, echt geweldige acteurs, dan zou ik zeggen, het wint, maar het overtuigt niet. Dat betekent niet dat de film niet leuk is of niet goed. Nee, het is echt gewoon pure entertainment en je moet hem ook zeker gaan checken. Ik geef het in ieder geval 4 sterren. Maar het is niet de allerbeste Bondfilm die ik tot nu toe heb gezien. Dit is de SCP Yourself van deze week. Pew! En als laatste wil ik je even wijzen op het feit dat ik mijn eigen filmfabriek preview had in de Pathé Arena. En wil je die video zien en wat het nou precies inhoudt en omdat jij de volgende keer er ook bij kan zijn, klik dan daar op die video of op de infocard hierboven of op het linkje in de videobeschrijving. Abonneer, reageer, like en anders tot later!